Ja, ieder jaar van de partij in de top 2000. En terecht natuurlijk, hè? Ja, Bruce Springsteen en The River. Erwin Nijhoff hier vandaag de gast voor de gitaarles. En ik zag net op Twitter een bericht voorbij komen. Ik roep iedere week waarschijnlijk erop van, oh, ik vind het zo spannend, ik vind het zo eng allemaal. Maar ik vind het ook leuk. Laat ik dat ook even duidelijk maken naar de luisteraars toe. Natuurlijk vind ik, maar ik vind het, het is voor mij ook wel even spannend. Laat ik het zo wel even eerlijk in zijn. Maar voor mij ook, want ik ben niet echt, ik heb niet gestudeerd als gitaarleraar, zeg maar. Nee, maar het is jouw passie en het lijkt me altijd makkelijk om iets over te kunnen brengen wat je passie is, lijkt mij toch? Ah, dat helpt wel, ja. Dat helpt wel, ja, zeker. Hey, ik ben al een beetje aan het oefenen geslagen en inmiddels speel ik bijvoorbeeld de A mineur en dan... Ja. Ja, die. Dus was ik, van de week was ik heel, heel voorzichtig en probeerde ik het intro van One van YouTube, want daar moet het eigenlijk naartoe. Ja, One, en dan wil ik je toch alvast, want wat zo leuk is, als je deze doet, doe maar zo'n downstroke, zoals dat zo mooi heet. Ja, ik doe met de plek, Ja. Maar dan moet je proberen om die pink op het derde vakje, de hoge E-snaar. Die erbij te zetten. Ja, dan moet je pink, Mijn pink, ik heb een hele eigenwijze pink. Ik ga het ook even uitleggen. Ik heb een hele eigenwijze pink. Ik zet hem er soms gewoon even zo nu voor. Dat kunnen mensen nu thuis natuurlijk heel moeilijk meekrijgen. Maar ik zet hem nu zelf er even met mijn andere hand zet ik hem erbij. Dan zou je al een ander liedje uit de top 2000 hebben. Doe je naar beneden. Ja, moet hem iets meer erop zetten. Ja. Yeah. Die pink staat niet helemaal lekker volgens mij. Nee, maar... Maar wat krijg ik dan? Dat nog maar, want dan kan je dit doen. En dan... Dan heb je het over Angie natuurlijk. Ja? Maar ik wou je voor One wil ik je nog... dat je misschien... eens een keer met een blanke sabel het condoompje af. En dan zou je de ik bedoel het plectrum. Zou je het plectrum even weg willen leggen? Ja, die leg ik weg met deze. Dus puur natuur, gewoon hout... En een vleeselijk geweld, zeg maar. Ja, van de duimen gaan we niet gebruiken. Ja, gaan we de duim gebruiken. En dan zou je... Dan beginnen we gewoon... Is it getting better? En dan zou eigenlijk... Ken je dat volgende akkoord? Ja, dat D. En dan F. Die heb ik nog niet geleerd. Verdikken. Ja, nee. Maar we kunnen het begin even doen. Dan gaan we in ieder geval van A mineur naar D huppel de pup. Ik weet ik ben ook niet zo technisch onderlegd hoor. Maar dat is wat de conservatoria people. Beginnen we hiermee. Is it getting better? En bij better moet je over naar de D. Ja, better. Oké, doe nog een keer hetzelfde en bij better moet je over naar het volgende akkoord. Oké, baas. Ja. Oké. Okay. Weet je wat? Ik doe gewoon een ouderwets. 1, 2, 3, 4. Is it getting better? En die F die bewaren we dan nog. Oké, okay, nou dat vind ik al heel wat. Goed zo. Ja, gaan wij nog eventjes doorspelen hier? Oké, gaan we doen. Ben je altijd een beetje tevreden? Jawel, ik vind dit al. Je bent al heel ver. Ja. Ach, gelukkig. Ja. De F zit er wel in hoor. Dankjewel. Misschien over 3 jaar.